Laten we bidden. Heer Jezus, wat zijn we dankbaar dat we voor u mogen zingen. Wat zijn we dankbaar, Heere, dat u ons offerlam bent. Dat we mochten zingen, dat we weten en dat we zien dat niemand als u is. En we verlangen ernaar om u te ontmoeten. We genieten ervan, we zijn dankbaar ervoor. Het brengt ons troost, het sterkt ons om u hier als broeders en zusters samen te ontmoeten. En we zijn dankbaar dat u uw woord aan ons gegeven heeft. En nu bid ik, Heren, dat u openbaring geeft daar waar dat nodig is. Dat u confronteert daar waar confrontatie nodig is. Dat u zalft daar waar zalving nodig is. Dat u sterkt daar waar kracht nodig is. Heren, we staan zo in nood van uw Heilige Geest. We hebben u nodig. We hebben uw werk nodig in ons. En we bidden dat u in onze harten wilt werken nu. En dat u uzelf heel groot wilt maken in onze harten. En dat we echt mogen zeggen, ja, Heer Jezus, ik zie u. Ik hoor uw stem. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. We zijn aangekomen bij de eerste 11 verzen van hoofdstuk 6. En boven deze passage, daar staat in mijn vertaling rechtszaken tussen broeders. En Jezus geeft in de evangelie heel duidelijk aan hoe we moeten handelen in het geval van een rechtszaak. Of als iemand gezondigd heeft, hoe we dan moeten handelen. In deze passage wordt daar eigenlijk geen aandacht aan besteed, hoe we moeten handelen. En daarom wil ik ook niet zozeer stapsgewijs gaan bekijken hoe we moeten handelen in het geval dat iemand met elkaar tegen een ander gezondigd heeft. Ik wil meer naar iets anders kijken in deze passage. Of iets anders kijken wat wel in deze passage staat. En dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Een woord wat heel centraal staat, in het bijzonder in de eerste verse van de verse 1 tot en met 11. En dat is in het Grieks woord één woord, maar dat wordt hier in deze in de vertaling die we gebruiken met drie verschillende woorden vertaald. Dat gaat om het woord recht, oordeel en rechtszaak. Dat woord komt 6 keer voor in 7 versen. En de betekenis van het woord is een besluit vormen, een oordeel vellen, dingen uiteenzetten. En in april heb ik al stilgestaan bij verzen in hoofdstuk 4... En in 1 Korinthe 4, versen 3 tot en met 5, daar spreekt Paulus namelijk ook over oordelen. En daar komen precies datzelfde woord ook een paar keer tegen. Ik heb me dus echt af zitten vragen de afgelopen week, afgelopen 2 weken. Zal ik nog een keer over de versen 1 tot en met 11 spreken? Of zal ik verwijzen naar de preek die ik toentertijd over hoofdstuk 4, vers 3 tot en met 5 heb gehouden? Maar Paulus herhaalt het denk ik niet voor niets. Dus ik heb besloten om de tekst vandaag met jullie te behandelen. Om die eerste 11 verzen met jullie te overdenken. Nou. En het is ook bijzonder namelijk dat Paulus hier in deze verzen, in deze 11 verzen, een stuk verder gaat dan dat hij gaat in die paar verzen in hoofdstuk 4. Als we zo meteen gaan lezen, dan zien we in de verzen 7 tot 11... dat Paulus behoorlijk scherp is tegen de gemeente in Korinthe. En de waarschuwing die hij geeft in vers 10, dat zullen we zo lezen, die is niet mals. Daarom wil ik daar ook enige aandacht aan besteden. Laten we lezen 1 Korinthe 6 en dan versen 1 tot en met 11. Durft niemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardige. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardige en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?
En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan en dat voor ongelovigen. Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Nu is het makkelijk voor mezelf als ik dit lees en voor ieder van ons om te zeggen, nou, ik heb gelukkig nog nooit een broeder of een zuster voor de rechtbank gedaagd. Dus het valt gelukkig wel met me mee. En God zij dank dat dat ook nog nooit is plaatsgevonden in de gemeente, want dan zouden we verder gevallen zijn dan de wereld om ons heen. In deze passage, zoals we zo vaak zien in de Bijbel, kunnen we verschillende lagen ontdekken in de tekst. En de laag die ik wil ontdekken vandaag met z'n allen, is niet zozeer kijken naar de rechtszaak die uiterlijk plaatsvindt en de zaak die innerlijk plaatsvindt, maar die innerlijk plaatsvindt. Voordat we een rechtszaak aangaan, is het zo dat we allang daarover hebben nagedacht en misschien met anderen daarover hebben gepraat. Maar de rechtszaak vindt zo vaak in ons binnenste plaats zonder dat we überhaupt met anderen erover praten. En dat gebeurt bij ieder van ons. En het is goed om onszelf daar ook op te onderzoeken, maar vooral ook om te zien wat de oorzaken daarvan zijn. Wat zijn nou de oorzaken van dat ik zo over een ander denk? Dat ik eigenlijk weet dat ik die rechtszaak aan het voeren ben tegen die ander in mijn gedachten, maar dat ik weet dat het niet goed is. Als ik weet wat de oorzaak is daarvan, dat ik dat soort dingen doe, dan kan ik ook stoppen met het voeren van rechtszaken in mijn gedachten. Dan is de vrede van Jezus in mijn hart. Ik ga die rechtszaak niet meer aan. Nou, dat is waar ik vooral over wil nadenken. Nou, dus die rechtszaak, die beginnen we niet zonder erover na te denken of zonder daarover te praten. Dat zichtbare handelen, dat komt voort uit gedachten, uit ons denken. En de vorige keer hebben we ook nagedacht over de rol van aanklager en advocaat en rechter. Volgens mij heb ik toen ook die stoelen hier neergezet, heb ik dat zo laten zien. En je kunt zo makkelijk zelf die plek innemen. Van ik ga eerst aanklagen en dan ga ik de advocaat spelen en dan ga ik de rechter spelen. En voordat je het weet heb je zelf al de hele rechtszaak gevoerd. Nou, die positie en dat recht, dat hebben we niet. Maar toch doen we het. En het absolute morele kwaad van ons eigen hart overzien we daarin niet. Het absolute morele kwaad van ons eigen hart overzien we niet. We willen het niet zien of we kunnen het niet zien. En het is ook maar goed dat we niet het absolute morele kwaad van ons eigen hart zien. Want als we dat wel zouden zien, dan denk ik dat we het niet zouden overleven. Dus God openbaart ons dat stukje bij beetje. En wat ik nu wil doen met jullie vandaag is dus stilstaan bij drie oorzaken. De vraag is niet of het voeren van rechtszaken in onze gedachten speelt, denk ik zelf, maar hoe en hoeveel en wanneer en waar ze vandaan komen. Drie oorzaken. Alle drie zijn ze verschillend van ernst. De eerste oorzaak die ik deel is ook meteen de ernstigste. De tweede en de derde zijn heel anders van aard.
En dus ik ga ze ook in die volgorde behandelen. We beginnen met de ernstigste. Wat is de ernstigste oorzaak dat we dat doen? Dat is dat we een verkeerde houding of een verkeerde hartsgesteldheid hebben. De meest kwalijke. En het komt vaker voor dan we denken. Ik ben het eigenlijk oneens met die ander. En voordat ik het weet, ben ik al een rechtszaak tegen de mening van die ander of zelfs tegen die ander aan het voeren. En ik zeg met nadruk het oneens zijn met die ander, omdat het vaak niet over zonde gaat, maar zelfs over meningsverschillen. En toch gaan we de rechtszaak aan in ons hart. Het kan zijn dat we niet eens in gesprek zijn met die ander, maar wel veel denken over of praten met anderen over de ander. En als je alleen dus in je gedachten die rechtszaak voert over de ander en je ervan bewust bent, en je verlangen om Jezus te dienen is groter dan het winnen van een rechtszaak, dan is er hoop op verandering. Maar als mijn verlangen om Jezus te dienen en om Jezus te volgen niet groter is dan het winnen van die rechtszaak, dan ga ik de verkeerde kant op. En een voorbeeld wat we daarvan zien is in Johannes 8. In Johannes 8 zien we dat de Heere Jezus de hele nacht alleen op de Olijfberg heeft doorgebracht. Net buiten Jeruzalem. En in Johannes 8 zie je hem van de Olijfberg afkomen en hij gaat Jeruzalem binnen. En hij gaat naar het tempelcomplex en daar in het tempelcomplex begint hij onderwijs te geven. En de schriftgeleerden en de fariseeën die komen naar Jezus toe met een vrouw die op overspel betrapt was. En het doel van de fariseeërs wordt meteen al genoemd. Het doel is om Jezus te verzoeken, zodat ze hem konden aanklagen. Ik ga zo meteen even, kom ik terug, maar waarom zouden ze Jezus willen aanklagen? Daar kom ik zo op terug. En dan ontstaat er dus eigenlijk een discussie, een woordenwisseling tussen de Heere Jezus en de fariseeën en de schriftgeleerden. En Jezus zegt dan tot twee keer toe tegen de schriftgeleerden en fariseeën, in versen 37 en vers 40, daar zegt hij, jullie doen dit omdat jullie mij willen doden. Jezus weet wat ze willen. Jezus zegt het ook duidelijk tegen ze. Dat hadden ze niet gezegd. Ze hadden niet openlijk gezegd, we willen hem doden. Maar aan hun gedrag was zichtbaar wat hun doel was. Daarnaast weten we dat Jezus hun gedachten ook kende. We zien dat vaker in de evangelie, dat er staat, en hun gedachten kennende, zei hij. Maar hun zonden worden geopenbaard. En de reactie van de schriftgeleerden en de fariseeërs is de volgende. Jezus die zegt hier eerst in Johannes 8, vers 40 en 41, maar nu probeert u mij te doden. Een mens die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. En de schriftgeleerden en fariseeën zeiden tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Ze gebruiken een argument hier, wij zijn niet geboren uit hoererij. Ze gebruiken hier een argument om hem te beschuldigen, maar het argument is een leugen. Ze nemen het feit dat Maria zwanger was van Jezus voordat ze trouwde en buigen het om en zeggen, hij was een overspelige vrouw. Jij bent geboren in hoererij. Kom jij mij zeggen dat ik een zondaar ben? Kijk eens naar jezelf, zoon van een overspelige vrouw. Zo wordt er tegen Jezus gesproken. Hij heeft een gesprek met ze. Ze pakken een stukje waarheid, maar verdraaien dat. De waarheid was, Maria was zwanger voordat ze trouwde, maar ze verdraaien het en zeggen, dan moet ze overspel gepleegd hebben. De waarheid wordt tot een leugen gemaakt en de leugen wordt gebruikt om Jezus onder de gordel, om een echt verschrikkelijke belastering naar hem te maken. En sommige feiten die worden wel genoemd en andere feiten worden niet genoemd. En de feiten die genoemd worden, die worden uitvergroot. En mijn interpretatie, de interpretatie van de fariseeën, van de schriftgeleerden, dat is de waarheid. Dat is de juiste. Dat zien we hier gebeuren. En dan zien we dat het onrechtvaardige gedrag de vrucht is, dan zien we wat er hier gebeurt. En voor feedback
Voor feedback staan de farizeeërs en de schriftgeleerden niet meer open. Ze zeggen, ik een zondaar? Jij moet eens even naar je eigen leven kijken. Ze willen die feedback niet en ze beschuldigen Jezus. Ze bedekken hun eigen zonde. En het resultaat is dat zelfreflectie en zelfs verlossing uitblijven voor deze mannen. De zelfreflectie blijft uit bij de farizeeën en de schriftgeleerden en uiteindelijk hun eigen verlossing ook. Ze willen niet naar zichzelf kijken. Ze zien niet hoe ernstig het gevolg is. Ze noemen ook niet waarom ze het gesprek willen winnen. Dat willen ze zelfs onder stoelen of banken stoppen. En zo is het vaak ook met ons als we een rechtszaak aangaan tegen een ander. Ik ga mijn motief toch niet delen. Ik ga toch niet mijn motief delen, wat ik doe, waarom ik het doe. Nou, volgens mij is op de volgende slide ook nog Johannes 8, vers 40 en 41. Hè? Ja, oké, goed. Dank je, Martijn. En het erge is, als je kijkt naar de oorzaak, dan is het dus jaloezie wat tot de rechtszaak leidt. Het is de jaloezie. Wat wilden ze? Hun eigen positie. Dat was belangrijk. De eigen positie was belangrijk. Maar ze gebruiken andere argumenten om Jezus, proberen ze hem onderuit te halen. Hun jaloezie leidt tot het voeren van die rechtszaak. En ze zien dus de verdrietige situatie van hun eigen hart niet. En Paulus die zegt hier dan, weet je niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Als je gedrag zo is, als dit gedrag regelmatig terugkeert, dan is die verandering er helemaal niet geweest. Dan ben je zelf voortdurend zichtbaar of onzichtbaar rechtszaken aan het voeren tegen anderen. En dan zegt Paulus hier heel scherp, dwaal niet, want als je zo structureel zondigt, dan beërf je het koninkrijk van God niet. De Bijbel wint er geen doekjes om. Als we daadwerkelijk schoongewassen en daadwerkelijk geheiligd en daadwerkelijk gerechtvaardigd zijn, dan is er ook een denken in ons dat geheiligd en rechtvaardig en schoongewassen is. En daarmee zien we dus hoe ernstig het is als onze hartsgesteldheid verkeerd is. We zien onze eigen zonde niet, zoals de farizeeërs en de schriftgeleerden dat niet zien. Dat kan de eerste oorzaak zijn van het voeren van rechtszaken. Maar er is nog een oorzaak die we zien in de Bijbel. En die we zien als we onze eigen hart onderzoeken misschien. En dat is conditionering. Maar wat bedoel ik daarmee met conditionering? Conditionering, daar bedoel ik mee dat je gevormd wordt door de cultuur waarin je opgroeit. Als je opgroeit in een gezin waar continu over anderen gesproken wordt, waar continu gezegd wordt, ja, die en die zus, en die zo. En eigenlijk is het met ons best wel goed. Wij doen het eigenlijk best goed zo. Als je in zo'n gezin opgroeit en je hoort dat maar continu. In de basisschool, als je op de basisschool zit, zul je daar misschien nog geen beleving bij hebben. Of niet zien van, hoe moet ik dit onderscheiden? Wat gebeurt hier eigenlijk? Is dit goed of is het niet goed? Want dat is wat je ziet. Maar als je tiener wordt, als je ouder wordt en je gaat naar andere plekken toe en je komt bij andere mensen thuis en je ziet dat daar anders gecommuniceerd wordt, dan zou je moeten kunnen onderscheiden van, hé, wat gebeurt hier? Waarom hebben wij eigenlijk telkens zulke gesprekken thuis aan tafel? We hebben het continu over anderen die niet goed spreken. We hebben het continu over anderen, ja, die het niet goed doen en eigenlijk spreken we daar zelf niet goed in over. Tot inzicht komen is al één stap, maar tot inzicht komen is niet voldoende. Er hoort ook een stuk bekering te komen als we Jezus lief hebben. Dat we zeggen, ja, maar ik heb dit thuis aan tafel vaak meegemaakt, maar zo wil ik het niet. Ik wil liefdevol over anderen praten. Ik wil niet voortdurend rechtszaken voeren. Ik wil me ook niet zo op die manier beter voelen dan een ander. Waarom moet ik me überhaupt beter voelen dan een ander? Maar het gedrag kan overgaan van ouder op kind. En we zien dat ook duidelijk in de Bijbel. Als Mozes op de Sinaï-berg staat.
En God verschijnt aan Mozes op een wonderlijke manier. Hij zegt, Mozes zegt daarvoor, die weken daarvoor, zegt hij, o Heer, dat ik u toch zien zou. En dan bovenop die berg gebeurt dat. Mozes die staat daar bovenop de berg. En in Exodus 34, vers 6 en 7 zegt God dan, als hij voorbij gaat aan Mozes, het volgende. Toen de Heere voorbij kwam, riep hij, dus God roept zelf. Heere, Heere God, en dan sla ik even de zegen over die daar gegeven wordt en waarna we vaak stoppen. Heere, Heere God, die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. God kan de ongerechtigheid van de ouders vergelden in het volgende geslacht. Als ik mij als ouder niet bekeer, me niet bekeer van bepaald gedrag, dan kan dat voortgaan in mijn kinderen en mijn kleinkinderen. God behoede mij ervoor dat dat ooit gebeurt. Dat ik hoop dat ik mezelf onderzoek. En ik hoop dat we dat allemaal zeggen. Ik wil mezelf onderzoeken. Wat ging er thuis? Hoe gebeurden dingen thuis? Hoe gebeuren dingen nu in ons gezin? En laat ik mezelf onderzoeken. Als vader, als kind, als grootouder. Waar heb ik niet juist gehandeld? Welke zonde heb ik begaan? Hoe heb ik mezelf, mijn gezin, mijn kinderen, misschien zelfs mijn kleinkinderen geconditioneerd? Heb ik ze naar Christus geleid? En waar heb ik ze niet naar Christus geleid? En hoe kan ik me daarvan bekeren? Hoe kan ik daarin een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, voor mijn broers, voor mijn zussen, voor mijn kleinkinderen? Het is een grote waarschuwing die hier gegeven wordt. En de vraag die wij ons, die ik mezelf ook wil stellen, moet stellen in zo'n situatie is, waar ligt mijn identiteit dan? Want ik kan mijn ouders enorm lief hebben voor alles wat ze gedaan hebben, maar wil ik ze in alles ook volgen? Ook als dat God niet eert. Of zeg ik dan, ja, mijn identiteit ligt allereerst bij Jezus Christus en hem wil ik eren en hem wil ik volgen in ieder aspect van mijn leven. En daarmee geef ik niemand van de tieners een uitnodiging om tegen het gezag van je ouders in te gaan als ze je vragen om de vaatwasser uit te ruimen of de stoep te vegen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. We willen God eren in ons leven. We willen Jezus volgen. We willen niet slecht spreken over een ander. Geen rechtszaak voeren tegen een ander. En een prachtig voorbeeld van iemand die dat begreep was Jonathan. Jonathan, de zoon van Saul. In 1 Samuel 18, daar zien we dat David is dan al net... Hij was herdersjongen, hij was een tiener. David was een tiener toen hij tot koning gezalfd werd. Een herdersjongen en hij gaat zijn broers die groot en sterk genoeg zijn... en die in het leger dienen, gaat hij bezoeken. Zijn vader zegt, David, ga naar je broers toe, breng ze eten... want ze zijn nu al zo lang daar. En daar staan ze, de Filistijnen, tegenover Israël. En niemand durft tegen Goliath te vechten. En daar komt die tienerjongen. En Saul, die grote man, die met kop en schouders boven iedereen uitstak, ze zegt de Bijbel. Die zegt, David, doe mijn wapenrusting maar aan. Maar David verdronk er bijna in. Dus hij zegt, nee, ik pak een paar stenen en ik ga met mijn slinger. En hij gaat naar Goliath toe en hij doodt die man van bijna 3 meter met zijn eerste steen. Een tienerjongen. En de stemming slaat om. Het volk jaagt de Filistijnen achterna. En ze winnen. En dan komt David terug bij Saul. En hij zegt, wie ben jij? Ik ben de zoon van, zegt hij. Hij vertelt wie hij is. En Jonathan, die ziet hem en die houdt van hem. Houdt van hem. Hij zegt, mijn broeder, mijn vriend, hier heb je mijn mantel. De mantel van de kroonprins. Gaat naar David toe. Het zwaard van de kroonprins gaat naar David toe. De boog van de kroonprins. Alles geeft hij. Hij geeft hem zijn hele uitrusting. Wat een signaal kun je geven als kroonprins. Ik geloof echt dat Jonathan op dat moment al zag. David wordt koning in plaats van mij. En hij ziet het. Hij ziet God het bevestigen. En hij zegt, ja, dat is het. En wat doet Saul? Saul die maakt in datzelfde hoofdstuk zijn rechtszaak al op. En die denkt... Met die man moet ik afrekenen. En die probeerde hem in datzelfde hoofdstuk al met een speer te doorspiezen. En Jonathan zegt, maar zo ben ik niet. Papa, ik hou van je. Papa, ik wil je eren. Maar ik wil God gehoorzaam zijn.
En dat doet hij hier. En hij blijft trouw. Het is zo bijzonder dat Jonathan zelfs trouw blijft aan de ene kant, aan zijn vader, tot in de dood. Hij gaat met zijn vader op de veldslag en denkt, zo'n rechtvaardige jongen en hij moet sterven. Zo'n rechtvaardige man, hij sterft, Jonathan, samen met zijn vader. Hij eert zijn vader en tegelijkertijd zegt hij, maar hierin, papa, kan ik u niet volgen. Want ik ga dus niet op die manier een rechtszaak met David aan, want ik zie dat dit van God is. Zo bijzonder dat voorbeeld van Jonathan. Dus wat we thuis meekrijgen kan ons beïnvloeden hoe we denken en praten over anderen. 1 Korinthe 6 vers 7 zegt, als je dat wel doet, als je wel slecht over de ander voortdurend denkt en praat, dan zegt 1 Korinthe 6 vers 7, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Er is volledig sprake van verlies onder u. En het verlies wat hier staat omschreven is niet het verlies van meer of minder geld. Van ik heb ineens minder geld in mijn portemonnee. Dat is niet het verlies wat hier omschreven wordt. Het verlies wat hier omschreven wordt is het verlies in een oorlog. Dan hebt u de oorlog al verloren, zegt Paulus. Als je zo over je broeders en zusters denkt. Als je zo in je gedachten een rechtszaak over een andere broeder of zuster hebt. Dan is er verlies onder je. En zoals een verdeeld leger niet kan winnen in de oorlog, zo kan een verdeeld lichaam van Jezus Christus ook niet de boodschap van het evangelie verkondigen aan de wereld om haar heen. En Paulus zegt, wees één, broeders en zusters. Wees zelfs één in je denken over de ander. Wat een uitdaging die jij geeft. Wat een uitdaging in het woord van God. Het is dus een heel andere vorm, conditioneren, is een andere vorm, een andere mate van ernst dan een verkeerde hartsgesteldheid. Want als je tot inzicht komt, dan kun je je daarvan bekeren. De derde en de laatste is lijden. Lijden, lijden. Lijden met lange ei. Wat ik zie in Gods woord en wat ik ook zie, daar komen we ook zo bij dat ik, met een voorbeeld. Maar wat ik ook zie in mijn eigen leven is, als er lijden is in mijn leven, dan vind ik het zo makkelijk om een ander de schuld daarvan te geven. Of het nou mijn medemens is of de Heere God zelf. Ieder van ons heeft in meer of mindere mate met lijden in ons leven te maken. En de schuld geven aan een ander kan soms makkelijk zijn. Of dat nou rechtmatig is of niet rechtmatig. Dan kunnen we onszelf vertellen, misschien maakt dit het lijden makkelijker. En of dat lijden nu in het verleden was, of zich nu afspeelt. Dat hoeft dan niet bij uit te maken. Het kan zelfs zo zijn dat iemand in mijn omgeving mij doet denken aan een ander, die vroeger veel lijden aan mij heeft toegebracht. En dan is het heel makkelijk voor mij om te zeggen van, oeh, die doet me heel erg aan die ander denken. Daar ga ik voorzichtig mee om. Oh, die zal vast wel zo gaan reageren. Zei die dat? Oké. Nou, dan weet ik wel wat diegene bedoelt. Ik ben al allerlei gedachten over een ander aan het vormen, omdat diegene mij soms aan iemand anders doet denken. Onze mening, ons oordeel over die ander kan er dan al zijn. En daar is een hele dunne scheidslijn tussen, ben ik zelf nog slachtoffer of maak ik nu een ander tot slachtoffer? Als ik onder iets geleden heb en dat heeft me beschadigd, dan kan ik makkelijk gaan zeggen van, ja, maar zo ben ik. Ik ga vanuit mijn beschadiging reageren en zo een rechtszaak tegen de ander aanspannen. En iemand die veel leidt in de Bijbel en die een rechtszaak aanspant tegen een ander is Job. Job wordt in het begin geïntroduceerd als een man uit Uz. En God zegt, dit zegt God zelf. God zegt dit over Job in hoofdstuk 1, vers 8. In de hemelse gewesten, de engelen staan daar, Satan staat daar en hij zegt, God zegt, er is niemand op de aarde zoals Job. Een vroom en oprecht man. Job is godsvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen ik dat las, dacht ik, wie zou niet zo'n compliment van God willen ontvangen?
dat God dit over jezelf zegt. Hij keert zich af van alles kwaad. Niemand die zo godsvrezend is. Een man die in alle opzichten geprezen wordt en erg rijk en invloedrijk was. Maar daar begint pas het verhaal van Job. Daar eindigt het niet. Dan zien we dat Job zijn vee wordt gestolen, al het vee wordt gestolen. Duizenden stuks vee heeft hij die worden gestolen. Zijn knechten worden gedood. En dan komt het schokkende. Want dan worden alle 10 de kinderen van Job, die sterven dan. In Job 1, vers 19 lezen we het volgende. En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. En toen ik dat las, dacht ik, wat kan ik zeggen? Wat kun je dan zeggen als zoiets gebeurt? En we zien Job dan door een verschrikkelijk diep dal gaan. En dan in Job, hoofdstuk 9, versen 22 tot en met 24, dan begint hij al een stukje zijn rechtszaak tegen God. Dan zegt hij, het is één en hetzelfde. Daarom zeg ik, God brengt zowel de oprechte als de goddeloze om. Als plotseling de gezeldood spot hij met de wanhoop van de onschuldige. De aarde is overgegeven in de hand van de goddeloze. Hij bedekt het gezicht van haar rechters. Als hij het niet is, wie is het dan? We zien Jobs wanhoop en Jobs pijn in deze verse. Hoe kan dit nou gebeuren? Ik wandel toch met u? Ik luister toch naar uw woord? Waarom overkomt me dit? Waarom moeten mijn kinderen sterven? Waarom gebeurt dit? En we zien Job als het ware bovenop die vuilnisbelt zitten met die handen in zijn borstkas. En dat hij zegt, het doet zo'n pijn. Het doet zo'n pijn. Heer, waar bent u? 37 hoofdstukken bent u stil, Heer. Waar bent u? Er komt geen antwoord. 37 hoofdstukken lang is het stil. En daar zit hij, eenzaam bovenop die vuilnisbelt. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 23 en dan zegt hij, maar Job antwoordde en zei, ook vandaag is mijn klacht opstandigheid, mijn hand drukt zwaar op mijn zuchten, och wist ik maar dat ik hem zou vinden, dan zou ik naar zijn woonplaats toekomen, ik zou de rechtszaak voor zijn aangezicht uiteenzetten en ik zou mijn mond vullen met mijn verdediging. Vers 7. Daar zou een oprechte zich tegenover hem verdedigen en ik zou voor altijd vrij zijn van mijn rechter. Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Mijn voet heeft zich aan zijn spoor gehouden. Aan zijn weg heb ik mij gehouden. Ik ben er niet van afgeweken. Het gebod van zijn lippen heb ik niet weggedaan. 37 hoofdstukken lang. Geen antwoord. En als ik dat dan lees, dan zeg ik, Job, ik begrijp je. Ik begrijp dat je dat zo zegt. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Overdovend stil is het 37 minuten, het 37 hoofdstukken lang. Wat heb ik gedaan dat dit mij gebeurt, zegt Job. Ik daag u, God. Ik wil een rechtszaak tussen u en tussen mij. Kom tevoorschijn en luister naar mijn zaak. En dan naar die stilte spreekt God. En we lezen zo vaak in de Bijbel dat God spreekt in de stilte. Ik noemde net dat stuk over Mozes die op de berg staat. En dan staat er, en God kwam in die stilte. Dat staat er zo bij Mozes en dat zien we op andere plekken in de Bijbel. Maar in Job 38 vers 1 spreekt God niet in de stilte. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei, Heer, een storm? Praat u in een storm tegen mij? De laatste storm die ik meemaakte, was toen mijn 10 kinderen overleden. En nu komt u weer tot mij in de storm. U herinnert mij weer aan die pijn. U komt nu tot mij.
Dat zijn de enige twee momenten dat God tot Job spreekt. Of dat er van een storm gesproken wordt in de Bijbel. In hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 38 vers 1. Waarom doet u dit, Heer? Dan moet je op de gedachte hebben, weer een storm? Ik heb net een andere storm meegemaakt en daar is dit in gebeurd. Waarom komt u tot mij in een storm? En dan midden in die pijn en in dat diepe dal. Komt God bij Job in die pijn? Hij komt bij Job in die pijn. En hij geeft geen antwoord op zijn vraag. Maar hij gaat wel met hem in gesprek. En hij zegt, Job, omgrot nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren? Opdat u zelf rechtvaardig bent, hebt u een arm zoals God en kunt u zoals hij met uw stem donderen? Tooi u nu met heerlijkheid en hoogheid en bekleed u met majesteit en glorie, dan zal ook ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. God gaat niet in op de vragen van Job. Hij geeft niet de antwoord. Hij geeft geen antwoord daarop. Maar het antwoord en de oplossing hiervoor, voor onze rechtszaken, of het nou gaat om het geconditioneerd zijn, of om de foute hartsgesteldheid die we hebben, of het lijden, hier is het antwoord. God komt tot ons spreken. En dat is waar we voor open willen staan. God, ik wil uw stem horen. Ik wil uw stem horen. Ik begrijp niet wat er allemaal gebeurt. En ik zie misschien niet de oorzaak waarom ik deze rechtszaak voer. Waarom is al dit lijden in mijn leven? En dan zegt God, en nu kom ik tot je en spreek ik tot je. Maar het mooie is dat het daar niet bij blijft voor Job. Als we verder lezen, in het allerlaatste hoofdstuk, dan zegt Job in hoofdstuk 42 het volgende. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar... nu heeft mijn oog u gezien. Nu heeft mijn oog u gezien. En ik hoop dat dat echt binnenkomt. Job die staat daar in zijn lijden. En hij mag God buigt. En hij zegt, Job, luister naar mijn stem. Job, hier ben ik. O Heer, bent u dat? O Heer, mag ik u zien? Midden in de lijden mag ik u zien? Wilt u erbij zijn? Wilt u bij mij zijn? Wilt u mij troost geven? En Job maakt het mooiste en het kostbaarste mee wat een mens in dit leven hier op aarde kan meemaken. En dat is dat de tweede persoon van de Godheid, Jezus Christus, die nog niet mens is geworden, aan hem geopenbaard wordt. Zoals we dat op veel plekken in het Oude Testament zien. Hij mag God zien. Hij mag Jezus zien. In het midden van dat lijden. En hij zegt, oh Heer, ik geloof ook echt dat als we kijken in Openbaringen, en waar staat dat als wij in de hemel zijn, dat alle vragen van onze lippen zullen vallen, het zo is, omdat we Jezus zullen zien. En hier vallen de vragen van Job's lippen. En hij zegt, oh Jezus, ik mag u zien. U bent bij mij en u wilt bij mij zijn. En ik mag bij u schuilen. En ik mag bij u genezing vinden. En ik wil denken zoals u. Vernieuw mijn denken, Heer. Ik wil geen rechtszaken voeren tegen u of tegen anderen. Dank u dat u tot mij spreekt, Heer. Dank u, Heer, dat ik u mag zien. Of het nu onze hartgesteldheid is, onze conditionering of ons lijden of een combinatie van deze dingen. Wat ik nodig heb, wat ieder van ons nodig heeft, heeft dat God zich aan ons openbaart. Dat we zijn stem mogen horen, dat we hem mogen zien. In het lezen van de Bijbel of op een heel andere manier nog. En dat de Heilige Geest over ons komt. En dat we zien wat er in ons speelt en dat hij zegt, kom, ik genees je. Ik ben bij je. Ik ben er voor je. En dat wij zeggen, Heer, ik zie u. Ga niet weg van mij. Zoals Jacob als het ware zegt als hij in Peniel is. En dat hij zegt, hij worstelt met God en hij zegt, laat me niet alleen totdat u mij zegent. Laat me niet alleen. Ga niet weg. Ga niet weg. Heer, laten we bidden. Heren,
We zijn u zo dankbaar, Heer, voor uw woord. We zijn u dankbaar dat uw woord zo ons hart blootlegt. En we zijn u zo dankbaar dat u ons hart blootlegt omdat u genezing wilt geven. En omdat u bij ons wilt zijn en dat u zegt, kom bij mij. En Heere, zo willen we bij u zijn. We willen u zien. We willen uw stem horen, Heer, als het moeilijk is. Heer, waar zouden we anders naartoe gaan dan tot u? Vader, help ons. Sterk ons. En geef dat ons hart zich zo verknocht mag zijn aan u, Heere, dat we nergens anders naartoe willen. Dat heel ons hart neigt naar u. Want Heere, u bent goed. Dank u, Heere Jezus, voor wie u bent. Dank u, Heere, dat u onze Heer bent, onze Verlosser, onze Trooster. O Heer, ik wil u prijzen. Halleluja. Amen.